Dank u wel. Voorzitter, ik heb het in de vorige 2 minuten debat ook gezegd en ik ga het hier ook zeggen. Ik was van plan om motie in te dienen en ik ga dat niet doen. Ik vind dat we hier met een totale waanzin bezig zijn deze week. Honderden moties, tientallen 2 minuten debatten, tientallen amendementen waarover gestemd moet worden. Medewerkers lopen op een tandvlees. De bodes, de kamerbewaarders, de staf van de bewindslieden, mijn medewerkers. Het is gewoon echt puur gekkenwerk wat we hier aan het doen zijn voor het verkiezingsreces. Iedereen doet zijn moties nog even. Er worden zelfs moties uit 2019 uit de laag gehaald om hier nog in te dienen waar we over moeten stemmen. Overal moet nog even gauw een stempeltje opgedrukt worden. Wij vragen in Nederland de werkgevers om netjes voor hun personeel te zijn, om goed voor hun mensen te zorgen, om een arbowet te houden. Ik heb hier deze dagen huilende medewerkers gezien, aan de telefoon gehad, die het gewoon allemaal niet trekken. En ja, daar kan er besmuikt gelachen worden hier in de Kamer, maar ik bescherm deze medewerkers, hoop ik te beschermen, door in ieder geval zelf geen moties in te dienen. Dat zal de werkdruk echt niet ontlasten. En ja, ik heb in het verleden ook moties ingediend. Maar ik vind wel dat we ons met z'n allen moeten afvragen wat wij hier deze week aan het doen zijn. Wij gaan straks vannacht rond een uurtje of 2, denk ik, want de laatste 2 minuten was pas om 12:30, rond een uur of 2 gaan wij stemmen. Dat gaat waarschijnlijk tot 4 uur duren, 5 uur misschien, afhankelijk van hoe of wat. Is totaal onverantwoord om een land te besturen op deze manier, waar honderden moties en amendementen er een paar uur doorheen gejast worden midden in de nacht. Ik vind het niet kunnen. Ik kan er nu niks aan doen. Het enige wat ik kan doen is ervoor te kiezen om zelf geen moties in te dienen en misschien na de verkiezingsperiode met elkaar hier eens even wat afspraken over te maken. Ik vind het ondoenlijk en het gaat niet om mij. Ik zit hier wel vannacht. Ik ga ook gewoon stemmen. Zeker, natuurlijk. Maar voor heel veel andere mensen is dit gewoon niet te doen. En ook nogmaals, hoe wij de moties straks gaan beoordelen midden in de nacht met een werkdag van 14, 15 uur achter de rug. Dat is gewoon echt totale kolder. Dus vandaar mijn statement en dan laat ik het hierbij, voorzitter. Duidelijk. Een interruptie van de heer Krul. Ja, voorzitter, ik wil hier toch even bezwaar tegen maken. Mevrouw van der Plas diende in 2022 in haar eentje 194 moties in. En bij het CDA bijvoorbeeld waren dat er 18 gemiddeld per Kamerlid. En om dan vandaag aan de ene zijde te insinueren dat andere partijen niet voor hun medewerkers zorgen, want dat is wat u doet. En ook te insinueren dat u zelf niet meedoet aan de gekkigheid. Ja, dat vind ik eigenlijk een beetje goedkoop, ga ik gewoon eerlijk zeggen. Deze dag wordt door ons en door heel veel fracties heel goed voorbereid. Dat is echt niet even een kwestie van ondoordacht en alles doen. En door hier enerzijds te insinueren dat de BBB als enige partij niet meedoet aan de gekkigheid, wat niet klopt. En ten tweede te insinueren dat er partijen zijn die niet goed voor hun medewerkers zorgen, vind ik beneden alle paal. Ja, voorzitter, de heer Krul legt mij woorden in de mond. Ik zeg dat ik mijn verantwoordelijkheid neem omdat ik niet wil dat medewerkers dit wat aangedaan. Dan heb ik het natuurlijk als eerste over mijn medewerkers. Maar ik voel me ook verantwoordelijk voor mensen die hier ook gewoon in de Kamer werken. Het ambtelijk personeel, de staf. En daar hoeft de heer Krul het niet mee eens te zijn. En ik vind het een totale bizarre vergelijking door te zeggen in haar eentje 194 motie ingediend. Dat is wel verspreid over een heel jaar, meneer Krul, via de voorzitter. Dat is verspreid over een jaar. Hier worden sinds dinsdag tot en met vandaag honderden moties ingediend. Honderden. Tientallen twee minuten debatten. Dat is waarvan ik zeg, en we kunnen allemaal zeggen van ja, maar dat hebben we allemaal zomaar gedaan en dat doen we nou eenmaal zo. Ik signaleer deze week gewoon dat medewerkers gewoon het helemaal over de schoenen loopt. Ik vraag me ook af wat al die moties nog gaan doen voor de verkiezingen. Niks waarschijnlijk. Gaan ook allemaal de la in, althans een groot deel. Na de verkiezingen kunnen ook heel veel moties nog worden ingediend. En de moties die ik indien, en dan zal ik mezelf, heb ik straks ook gezegd, een betere wereld begint bij jezelf. Ik heb vandaag voor mijzelf een streep in het zand getrokken. Het zal niet betekenen dat ik nooit meer een motie indien. Maar wat wij in een week voor de verkiezingsreces hier aan het doen zijn, dat is echt gekke werk. Dat is gewoon echt gekke werk. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik heb ook helemaal niet gezegd dat het CDA slecht voor zijn personeel zorgt. Dat heeft hij mij totaal niet horen zeggen. Maar ik wil gewoon wel mijn verantwoordelijkheid nemen. En dat wil ik hier uiten. En dat doe ik in een 2 minuten debat, waar ik 2 minuten de tijd heb om te zeggen wat ik vind. En dat doe ik gewoon. En voor de rest wens ik iedereen heel veel sterkte en heel veel succes. En een goed verkiezingsreces en succes met de verkiezingen. De heer Graus. Meneer de voorzitter.
Het was in mijn begintijd hier in 2006 en 2007, 8 was het heel normaal. Dat we hebben hier wel eens met boeren op de tribune tot 5:30 het 's morgens gezeten. En ik heb nooit een bode, ik heb nooit iemand horen klagen. Maar ik, bijvoorbeeld mijn medewerker, ik weet niet voor wie de medewerker of die van u is die erachter zit. Maar mijn medewerker heb ik zojuist naar huis laten gaan. Omdat ik ook inderdaad een paar nachten heb moeten doorwerken. Omdat ik ook debat moest overnemen van deze voorzitter. Want dit debat was eigenlijk van de voorzitter. Maar je moet ook zelf goed voor je team zorgen. Dus ik stuur mijn medewerker, ook met begrotingsbehandelingen tot diep in de nacht. Stuur ik mijn team naar huis toe. Ik zeg, jongens, ga lekker of volg het thuis. Ga lekker of als rusten op bed en weet ik allemaal. Dus dat is aan ieders verantwoordelijkheid. Maar ik ga dadelijk 5 moties indienen voor mijn provincie Limburg. Want als ik mijn zin niet krijg, moet ik het 4 moties doen. Mevrouw van der Plas kan toch niet het enige middel wat wij nog hebben om de Kamer uitspraak te laten doen op iets wat een minister niet wil toezeggen. Dan moeten we toch moties indienen. Anders kan ik toch net zo naar huis gaan. Dus ik begrijp het niet goed. En wat ik erg vind, we zijn er zo op vooruit gegaan, meneer de voorzitter. Want u zegt, we zijn mogelijk pas om 1-2 uur klaar. Dat was vroeger, dat deden we met 2 vingers in de neus tot 1 of 2 uur 's nachts. We zijn er al zo op vooruit gegaan. Ja, iedereen vat dit allemaal als een persoonlijke aanval op. Ik zeg gewoon wat ik vind. En ik zeg dat ik het gekke werk vind. En ik heb niet... Wat zit meneer Gauss nou te doen? Wat is dit? Of die meneer van de BBB was. Want u kunt hem naar huis sturen nu. En dan blijft u hier. Mijn team is ook gewoon naar huis. Dit kan ik gewoon zelf aan. Dus dan kan ik zelf je team naar huis sturen. Laten we onze medewerkers geen onderdeel van de beraadslagingen maken. Nou, dat lijkt me inderdaad een beetje een rare situatie. En de medewerker kan ook zeggen, misschien is deze medewerker wel een paar uurtjes binnen, pas een paar uurtjes binnen. Daar gaat hier gauw helemaal niet over. En iedereen zit hier maar een beetje van, persoonlijke aanval. Oh, het doet alsof ik slecht voor mijn personeel zorg. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb me hier gewoon af. Ja, nou goed. Maar dit is dus, ja. Maar dit is dus wel een reden. Ik heb hier ook Kamerleden horen zeggen, voorzitter, vandaag. Weet je, wat een gekke werk vandaag. Maar niemand durft hier een streep in de zand te trekken. En dat is niet erg. Maar ik heb voor mezelf besloten en ik ga over mijn eigen fractie en over mijn eigen woorden en over mijn eigen beslissingen. Wat ik hier deze week heb gezien is gewoon totaal niet vrij. Ik zit maar 2,5 jaar in de Kamer. Maar we hebben hele drukke recessen gehad, zeker. Maar wat hier deze week gebeurt, vlak voor de verkiezingen, en dat is gewoon... En daarbij wil ik, dat is even het laatste wat ik erover zeg, voorzitter. We moeten ons ook afvragen... Hoe bestuurbaar maken wij een land als wij hier na 14, 15 uur werkdag honderden moties gaan beoordelen en over gaan stemmen? En is het risico op fouten dan niet heel groot? Dat is gewoon een vraag die ik stel. En wat ik heb gezegd, na de verkiezingen moeten we het hier misschien eens een keer over hebben. Op een normale manier, zonder dat iedereen meteen in zijn kuif gepikt is van... dit gaat over mij. Het gaat niet over personen, het gaat over de werkwijze van deze Kamer.